Hartelijk welkom op het webinar Wegwijs in Massageland. Ik ga je vertellen hoe het landschap van de massage eruit ziet. En dat doe ik omdat ik heel vaak merk dat mensen die enthousiast zijn over massage daar iets meer mee willen doen. In een hele nieuwe wereld komen waarbij ze nog niet weten wat precies wat is. En er komen allerlei bijzondere termen voorbij als shiatsu, lomi-lomi. Esselen, deep tissue, myofascial. Je zit al meteen in een soort jargon waarvan je maar moet weten wat is en wat jou trekt. En dat is best belangrijk. Vooral omdat massage een heel persoonlijk verhaal is. Hè, waarbij het echt denk ik goed zaak is dat jij zelf ontdekt wat je leuk vindt. Want het is echt een heel breed spectrum. Je kan van heel stevig en snel tot heel zacht en subtiel kan je masseren. Dus na dit webinar heb je in ieder geval een beeld van wat precies wat is of hoe het in elkaar steekt, waar het vandaan komt en dergelijke. Ik ga daarvoor een presentatie gebruiken en die heet The Massages of the World. Als je kijkt naar de massagekaart van de wereld, dan hebben we beginnen met een grofweg indeling van Oosterse massages, Westerse massages en overig. En die gaan we even inzoomen en nader bepalen. Maar iedereen masseert het lichaam. Je masseert allemaal, dat is het grappige, je masseert allemaal natuurlijk hetzelfde lichaam. Maar er zitten wel heel andere visie of methodes onder. Oosterse massage, dat kan je een beetje zien op dit plaatje hier. Die werkt vanuit meridianen. En de Oosterse massage is eigenlijk de basis van de Oosterse massage is samen met het boeddhisme over het oosten heen uitgespreid helemaal richting China en Japan. En ze werken allemaal vanuit het idee dat er energiebanen door je lichaam lopen, meridianen. En dat je daar op bepaalde punten, dat je daar als het ware verstopt kan zijn of juist te snel doorstroomt. Excessief of deficient. En door met acupunctuur, kan ook en met spelden of met acupressuur, massage, kun je dat beïnvloeden. En die punten die heten vaak naar de organen waar ze doorlopen, galblaasmeridiaan. Maar ze zijn een psychosomatische benadering, daar waren ze in Oost al veel eerder mee dan wij. Dus het is niet alleen fysiek, maar het is ook mentaal. En zo kan je bijvoorbeeld voor de, even bijvoorbeeld de darmen, die staan voor verteren van voedsel, hè, maar ook voor verteren van ja, gevoelens, emoties en dergelijke. En galblaas, nou, je hebt in het Westen ook veel van die uitdrukkingen over galspuwen bijvoorbeeld. Dus daar zit ook al een veel meer psychosomatische context. Je masseert dus in het Oosten niets. Pers, ja, je raakt ze wel aan natuurlijk, de huid, maar je masseert niet de spieren of de pezen of wat dan ook, maar echt de drukpunten. Nou, wat in het oosten ook heel duidelijk is, is dat het allemaal een heel andere benadering heeft, fysiek, dan het westen. De massage en Ayurveda soms wat minder, maar ook daarin heb je hele pittige. Het zijn stevige massages, het zijn harde massages. Vlot. En nou, dit zijn de meest bekende. De Ayurveda, die komt uit India. En daar heb ik een filmpje van. En die werkt altijd met heel veel olie. En dat moet je, sommige mensen vinden dat heerlijk, hè? Lekker veel olie. Ik ben daar altijd een beetje allergisch voor, zeg je dat. Voor mij hoeft het allemaal niet zoveel. En hier zie je een voorbeeld, en dan wordt ook nog door een paar mensen tegelijk gemasseerd, hè, hoe ontzettend veel olie daar gebruikt wordt en ook zo'n ding op je hoofd. En die straal die krijg je dan op je hoofd, heb ik zelf ook een keer gehad. Bij mij stond die stil en dat geeft ook een bepaald effect. De geur van die olie is ook nooit meer vergeten. En wat ik hem zelf, maar dat is echt nogmaals heel persoonlijk, ik vind het, kijk hierna moet je ook weer in de auto stappen, hè. En mijn joggingpakje en mijn vette haar achter het stuur. Ik kon niet eens uit wegrijden omdat mijn handen zo glad waren.
En dan moet ik thuis moet ik nog 3 keer douchen om echt alles weg te hebben. Ja, sommige mensen vinden het heerlijk. Maar dat is heel kenmerkend voor de Ayurveda. Ontzettend veel olie. En je ziet ook op die tafel hebben ze ook een gootje dat die olie weer terugvloeit en weer verder gebruikt kan worden. Tuina is die Chinese massagevorm. En die is nauw verbonden met de TCM, de Traditional Chinese Medicine. Shiatsu is de Japanse variant. En daar zijn verschillende stromingen weer in. Werkt ook op drukpunten, maar de oorspronkelijke is eigenlijk pas zo vorige eeuw bedacht. En die werkt weer met reflexpunten uit het westen. Maar daar heb je ook een mix gekregen tussen de TCM. Dus je hebt ook Shiatsu op TCM, Traditional Chinese Medicine basis. Thaise massage, veel mensen krijgen dat op vakantie. En dat is op de kleding, zoals je ziet, of over een doek. Dus geen olie, dat is voor mij weer een voordeel. Maar, zoals je hier al kan zien, ook aan die meneer, het is heel pittig. Ik doe me altijd denken aan Thaise eten. Hè, mijn eerste keer Thaise eten, dat zal ik ook nooit meer vergeten, was heel pittig. Kijk, en dit soort dingen, in Nederland mag je dat eigenlijk niet eens doen. Heel pittig, maar ook weer op die drukpunten, op die marmalijnen of op die meridianen. En Thaise massage wordt dan ook veel drukpunten en drukzones gebruikt, maar ook veel strekkingen om die lijnen als het ware uit te rekken. En daarom wordt het ook yoga for lazy people genoemd. He, dus de masseur gaat jou eens even lekker uitrekken. Pijit komt uit Indonesië en steeds meer ook in Nederland te ervaren. Die wordt ook weer in Indonesië natuurlijk veel gegeven en is ook heel stevig. En een misschien nog bekende versie of een subvariant in de pijit is de krol. En dan gaan ze met een muntje, als je verkouden bent, bijvoorbeeld met tijgerbalsem je rug insmeren. En het wordt dan helemaal rood of blauw. En de Amna is een variant op de Tuina en die komt ook uit China. Dus het oosten werkt meridianen, stevig, snel, heeft niet als, zoals het westen de bedoeling om te ontspannen. Is ook minder behoefte aan misschien. De westerse massage is in Europa ontstaan en gaat veel meer over de als uitgangspunt, als basis was het voor het masseren van de fysieke spullen in het lichaam. De spieren, de huid en later de fascia, de bindweefsel en dergelijke. Alles wat tastbaar is. En het bestaat veel minder lang dan de Oosterse variant, die al duizenden jaren oud is. Samen met het boeddhisme en de Vedische leer is dat zo voor Christus al over dat gebied uitgespreid. En de Westerse massage heeft als basis de klassieke massage. En die is pas in de 19e eeuw of 18e eeuw is dat ontstaan. Volgens de meeste mensen is dat ontstaan in Zweden door Per Henrik Ling. En die was bezig met wat de voorloper is van fysiotherapie en massage. En die had in de haven een Chinese matroos gevraagd wat die allemaal doet aan massage. En dat is eigenlijk dus de basis van de klassieke massage. En dan hebben ze het over technieken als effleurages, petrissages, fricties, misschien wat van gehoord. Nou, het aparte is dat die westerse massage dus, wat ik net al zei, allemaal Franse termen heeft. Dus de oorsprong is Per Henrik Ling volgens de overlevering. Maar het is ook wel heel veel tegelijkertijd ontstaan. En in Nederland is daar ook een belangrijke speler geweest. En dat was J.G. Metzger, Johan George Metzger. En die had een massagepraktijk in het Amstel Hotel. En daar masseerde hij de notabelen van de wereld, van Europa, de prinsessen, Sissi en de hertogen van Duitsland, weet ik veel, dat was toen één lappenmand. Maar die was razend populair en super beroemd natuurlijk, omdat hij al die notabelen masseerde. Later is hij naar Domburg verhuisd. Daar heeft hij zijn eigen kuuroord gemaakt. En dat is nog een paar jaar goed gegaan en het werd er steeds minder. En nu kent bijna niemand meer Johan George Metzger. Maar er is nog wel een buste in Domburg. En elke zomervakantie neem ik me voor om daar een keer naartoe te gaan.
Misschien dat het dit jaar gaat gebeuren. Daar kwamen allerlei varianten uit. Sportmassage is misschien de bekendste. Of ontspanningsmassage. De meeste westerlingen die willen graag een ontspanningsmassage. Dat ze willen ontspannen. Die klassieke massage is de basis ook voor de sportmassage, voor de ontspanningsmassage. En vroeger, toen fysio's nog leerden masseren, was dat ook klassieke massage. En die wordt in het buitenland, vooral in Engelse talige landen, wordt die dus altijd Swedish massage genoemd. Dus dat kun je ook tegenkomen, Swedish massage. En dat komt dan door de Per Henry Kling, de Zweed. Van oorsprong zijn deze voor ontspanning of doorstroming, doorbloeding, afvoer van afvalstoffen. En ja, sportmassage is in Nederland heel groot, heel bekend. Bestaat sinds de jaren 30 van vorige eeuw, bestaat er ook een genootschap van sportmasseurs. En vroeger stond in de Gouden Gids nog sportmasseurs en heilgymnasten. En ja, gek genoeg vind ik dan weer, gaan heel veel sportmasseurs of heel veel mensen die gaan als ze iets met massage willen doen, gaan ze sportmassage doen. En waarom vind ik dat gek? Nou, het is een vlotte, een ruwe en een snelle variant. En in die opleiding leer je ook vaak tapen en bandageren. Dus het is echt vooral een cursus die je moet gebruiken als je naast sportvelden wil gaan staan om de sporters te behandelen. Hè? Als iemand voor het sporten even de spieren losmaken of daarna misschien. Maar ja, gek genoeg wordt vaak bij sauna's ook wel gevraagd naar een basisdiploma sportmassage. Nou, het is echt een hele andere variant dan wat je nu ziet. Dit is een ontspanningsmassage, een filmpje uit onze e-learning. En je ziet het, ik zal even erheen scrollen, maar je ziet dat allemaal rustig en behoedzaam gaat. En sportmassage is een stuk vlotter, lijkt daar een beetje meer op de Oosterse vormen. Niks mis mee hoor, ook lekker, maar niet zo diep gaan, niet zo ontspannend en niet zo holistisch als dat je met het hele lichaam of vanuit een ontspanning werkt. En je kan je voorstellen als je sneller gemasseerd wordt, vlotter, dat je lichaam er anders op reageert dan als het heel langzaam gaat. En het is een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld met een hypnotiseur, hè? Die praat ook altijd langzaam. Nou, in de jaren 70 ging de westerse massage heel veel, of eigenlijk misschien de hele filosofie ging zich heel erg richten op het oosten, op de tijden van de flower power, hè, werd heel veel gekeken naar het oosten. Want daar wisten ze het allemaal en ook de massages werden meer vanuit een holistische visie behandeld. En dat wordt vaak vertaald in het westen als lichaam en geest zijn één. Dus je ging niet alleen als je iemand masseerde die spieren masseren of die bindweefsel, maar eigenlijk de gehele mens. En dat is de basis voor veel massages die je nu tegenkomt. En wat leuk is ook dat de hele westerse geneeskunde steeds meer een holistische visie krijgt. Hè? Als je kijkt naar Machteld Huber van Positive Health, die heeft een soort revolutie ontketend door een nieuwe visie op gezondheid uit te dragen. En een van de dingen daarvan is de leefstijlcoach. Ja, dus je kan tegenwoordig leefstijlcoach worden en dan kun je mensen helpen. En ze hebben door dat ook voeding, ook je omgeving, ook sociale context allemaal van invloed is op je gemoedstoestand. Holistische massage. Rebalancing, holistic pulsing, Eslen. Ja, tantra komt meer uit het oosten. Van oorsprong is dat een oosterse filosofie. En hier dat is een beetje een paar dingen eruit gehaald. Ik vertaal het heel veel kort hoor en ruw, maar het gaat werkt met de seksuele energie, maar dat is de levensenergie. En die kan je natuurlijk ook met een massage weer oproepen. Alleen. Ja, gaat het vaak de verkeerde kant op bij de talloze tantra-masseurs die opgepakt zijn. Tantra en ook eigenlijk rebalancing en Esalen komen allemaal een beetje uit de mix van het westen met oosten. En daar was Bhagwan een grote factor in. Het was in de jaren 80, 70 razend populair bij veel westerlingen. En daar werd veel lichaamswerk gedaan, want dat was de weg naar verlichting.
En daar kwamen dus heel veel therapeuten naartoe en die gingen daarna weer over de wereld uitspreiden en allemaal dit soort dingen verder ontwikkelen. Ja, dus rebalancing is ook bijvoorbeeld ontwikkeld in die ashram in Pune. Dus er zijn ook best wel wat goede dingen uitgekomen. Nou, dan gaan we al naar de volgende tak en dat zijn de overige massagevormen. En dat zijn allemaal wat minder bekende, behalve de Lomi Lomi, die is wel vrij bekend. Die komt van Hawaii en ja, die is ook gewoon lekker. En de Miri Miri van de Maori's uit Nieuw-Zeeland. Natuurlijk heeft elk volk heeft een vorm van aanraking. Alleen van de Amerikaanse Indianen is daar wat minder van bekend. En de shamanisten, ja, die gebruiken het als onderdeel van hun hele behandelmethode. Nou, hier weer een voorbeeld van Lomi Lomi technieken van Julian Patterson, een van onze docenten. Het is een vloeiende vorm met veel lange strijkingen. Dus van de knie tot de pillen wordt ook meegenomen of de hele zijkant wordt lekker meegenomen. En het symboliseert of het doet een beetje denken aan de oceaangolven. Hè. Het zijn allemaal eilandjes Hawaii en de oceaangolven die zo op de kust komen. Dat vloeiende daarvan, dat kan je wel een beetje terugzien. En er wordt veel met onderarmen gewerkt, dat zie je hier ook goed. Hè. Heerlijk. Lange strijkingen zoals je hier ziet. En vaak volledig ontkleed, zodat je goed die lange strijking kan doen, maar wel goed, netjes afgedekt zoals je ziet. Dat is Lomi Lomi. En ja, Thomas, dat zijn de bekendste van de Polynesische massages. Maar ook daar werd het vooral door de medicijnmannen en vrouwen en de shamanen toegepast. En op zich is dat wel interessant weer om te zien dat ook Hippocrates, de grondlegger van de westerse geneeskunde, zou je natuurlijk ook een beetje als een medicijnman kunnen zien. Die gebruikt ook drie vormen. Aanraking, beweging en voeding. En nou, dat wordt eigenlijk nog steeds gebruikt, hè? Alleen zit daar heel veel medicijnen bij. Hippocrates is natuurlijk de grondlegger of de voorvader van de westerse geneeskunde. Artsen moeten ook de eed van Hippocrates afleggen. Maar ik als massagetherapeut voel me ook heel erg verwant met Hippocrates, omdat hij dus ook gewoon met aanraking veel werkte, hè? Dus massage. En ook in onze opleiding hebben we een aangepaste eed van Hippocrates als mensen bij ons afstuderen. En dat is ook natuurlijk al duizenden jaren geleden dat deze man bezig was in Griekenland. Ik ben ooit op Kos bij een boom geweest, een eeuwenoude boom waar hij onder zou hebben gezeten af en toe. We zijn al bijna aan het einde. Nog heel even kijken naar aanverwante therapieën. Voetreflexologie zou je ook onder massage kunnen scharen, hè? Maar het is echt een aparte deze discipline. Voetreflexologie zijn trouwens ook al heel veel verschillende vormen van. Ik heb er ooit een artikel over geschreven en volgens mij kun je daar nog een blog van lezen. Maar ook heel veel verschillende vormen, maar die werken vaak, hè, met het idee dat er een soort kaart op je voeten of op je handen of op je oren staat. Die verwant zijn allerlei punten in organen in je lichaam en die kan je dan zo beïnvloeden. Energetische therapieën, reiki moet je dan aan denken, dus dat gaat veel over de energie, chakras, touch for health. En er zijn natuurlijk talloze manuele therapieën, craniosacraal, bowen en cupping en schrapen. Dit is een plaatje van een cupping methode waarbij de bindweefsel, de huid, wordt opgezogen, vacuüm gezogen. En daarmee kun je dus die bindweefsel of die onderhuidslagen kun je mooi bewerken. Je lichaam wordt wel rood van, dan krijg je allemaal van die rode plekken zoals je net zag. Maar dat is een grove indeling en een hele helder ook wel van de kaart, de wereldkaart van de massages. En samengevat Oosten en Westen en ook heel veel versmelting daarin. En ik had het net over het Westen die kennis uit het Oosten haalt. Maar je ziet nu ook heel veel dat het Oosten kijkt naar de ontwikkeling in het Westen en ook
bijvoorbeeld over fasciatherapie, wat een recente ontwikkeling is. Er wordt veel gekeken naar wat de wetenschappelijke onderbouwing is daar ten opzichte van de meridianen die ze al duizenden jaren gebruiken. Nou, nu heb je een goed beeld van de basis, hè, van hoe massage eruit ziet. En heb je misschien ook wel een beetje inzicht in wat jou aantrekt, wat je interessant vindt. Om te ondergaan is het allemaal, kan het allemaal heel lekker zijn. Of in ieder geval heel goed. Ik denk dat aanraking altijd, niet altijd, maar altijd wel baat heeft. Maar dus heel duidelijk verschil, heel duidelijk effect, heel duidelijk ander gevoel. Ga een keer naar een Thaise masseur of naar een holistische masseur, een rebalancer of een holistische masseur. Je zal een hele andere behandeling krijgen met een heel ander effect. Tot slot wil ik nog even met jou delen de laatste of recente ontwikkelingen. Dit is een beetje weergegeven vanuit de traditie. Maar het is een vak wat enorm in ontwikkeling is. Vooral in het Westen. Heel veel onderzoek naar fascia, wat nu opeens lijkt opeens nieuw te zijn. Maar fascia zit ook al eeuwen, honderdduizenden jaren in ons lichaam. Maar vroeger werd het een beetje terzijde geschoven, omdat we dan vooral gefocust waren op de spieren. Dus dat is een minder holistische aanpak. En nu wordt veel meer gekeken naar de samenhang tussen al die spieren. En fascia is een soort vlies, een soort zacht skelet, en dat zit in je hele lichaam. En misschien kan je dit zien. Kijk, als ik hier trek, dan zie je dat spanning oplevert in mijn hele shirt. En zo kan je het bij fascia werk ook zien, dat je soms hier een klacht hebt, maar dat het ook ergens anders kan trekken en dan ergens anders pijn kan doen. Dus de laatste, meest recente ontwikkelingen gaan op het gebied van fascia, zou ik zeggen. Trigger point is daar ook een voorbeeld van, maar fascia release, en fascia cupping, fascia stretching. Het is al een paar jaar de trend, zeg maar. Nou, wat je verder ziet is dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan, dat er steeds meer geïntegreerd wordt met reguliere zorg, vooral in Amerika en Australië zie je al dat in ziekenhuizen veel massagetherapeuten onderdeel zijn van een team. En niet zozeer om mensen beter te maken, maar wel om daarin bij te dragen of om de palliatieve zorg te verbeteren. Dus je kan, als je ziek bent, is het natuurlijk fijn om even te genieten van je lichaam of van even van contact. Nou, wij zijn heel blij dat wij daar ook een beetje een rol in spelen nieuwe ontwikkelingen. Wij hebben een ziekenhuis, we werken samen met het ziekenhuis Spaarne Gasthuis in Hoofddorp in Haarlem. En daar trainen wij de vrijwilligers en die mogen daar dan handmassage geven. Aan niet de patiënten, maar de gasten in het ziekenhuis. Nou, en dat zijn ontzettend mooie gebeurtenissen. En daar worden echt mensen gemasseerd van de wieg tot het graf, zeg maar. En daar zie je ook de kracht van massage. En misschien is dat leuk om mee af te sluiten. Je kan van al die verschillende stromingen kan je natuurlijk prachtige technieken leren. Maar de basis van massage is echt wel met de intentie of de manier waarop je het doet. Dus je aandacht is je belangrijkste vervoermiddel, zeg maar. Als jij helemaal gefocust en helemaal tijd neemt voor iemand en fysiek contact maakt, ja, dat kan gewoon heel veel losmaken of teweeg brengen. Dat kan heel diep gaan. En dat is het mooie van het vak ook. Dus wat je of hoe je ook masseert, zou ik zeggen, probeer. En dat is het streven van elke masseur, massagetherapeut volgens mij, om altijd zo mindful mogelijk daarmee om te gaan. En voor mij als masseur, massagetherapeut, is dat ook het leuke ervan, want ik word er zelf ook altijd heel rustig van. Ik word er heel zen van. Een van de grote toegevoegde waardes van dit vak. Naast de ontzettende voldoening die je krijgt als je mensen weer even lekker kan laten ontspannen in deze stressvolle tijden. Of even lekker in hun vel kan krijgen. Het leuke van deze tijd, ik ben al een jaar of 25 met dit vak bezig. Nu is het echt een beroep, een groeiberoep, zelfs een kansberoep. We zijn zelfs scholingspartner van het UWV. Hè? En ik hou contact met al onze afgestudeerden en het werk. Ja, mensen gaan nog steeds vaker naar de masseur toe en vooral ook de massagetherapeuten, waar je fysieke en psychosomatische klachten kunt weghalen. Ja, ik spreek mijn oud-studenten en die kunnen het werk niet aan. Ik heb ook, als je dat leuk vindt, dan kun je een podcast luisteren met
Marianne en Helma uit Noord-Holland, die inderdaad zeggen het grootste probleem is dat je je grenzen moet bewaken. Hè? Want je kan eigenlijk wel 24/7 masseren. Dus als je overweegt om je vak ervan te maken, dan is het een gouden tijd. En ik beloof je of garandeer, nou, garanderen kan misschien niet. Hè? Je wordt ook ondernemer, dus het ligt ook een beetje aan jezelf. Maar er is wel heel veel vraag, heel veel behoefte aan wat wij doen. Maar goed, dan heb ik het over een beroep. Hè? Dat is misschien een stapje te ver. Ik zou jou adviseren, als je dit verhaal hebt gehoord, heb je in ieder geval een beeld van. Maar nu moet je het gaan doen, nu moet je het gaan voelen. We hebben een introcursus van 2 dagen, heel vaak in een weekend. En dan leer je gewoon al een hele lekkere massage van de achterkant, die je voor de rest van je leven kan gebruiken, kan toepassen waar het nodig is. En daar zitten ook veel verschillende technieken in uit die stijlen die ik net noemde. Er zitten Hawaïaanse technieken in, Ayurvedische Twina en heel veel klassieke massage en holistische technieken. Ik raad iedereen aan om die introcursus te volgen, omdat je daar een goed beeld krijgt van hoe leuk het is. Heel vaak doen mensen deze cursus omdat ze affiniteit hebben en eigenlijk ontdekken ze na de cursus of tijdens de cursus dat veel meer dan affiniteit met massage hebben, een grote passie. Hè? En dus dat is wel het risico wat je gaat nemen. Je gaat ontdekken waarschijnlijk dat het ontzettend leuk is om met je handen, met iemand anders zo close bezig te zijn. Ik vind het een basis skill die elke Nederlander moet beheersen. Je moet je eigen eitje kunnen koken en je moet gewoon een basismassage kunnen geven. Dus kom naar de introcursus. Voor jezelf, doe het voor je omgeving. En laat je betoveren door de bijzondere ervaringen van masseren. En je wordt zelf ook gemasseerd natuurlijk, hè. Want je gaat het doen, je gaat het zien en je gaat het vooral voelen. Daar leer je masseren van. Goed. Hartelijk bedankt voor je tijd, voor je aandacht. Ik hoop dat je nu een basisbeeld hebt, een duidelijk beeld van wat allemaal een aanbod is. En hoe je het een beetje kunt indelen en van daaruit kan kijken wat jou aanspreekt. Massage is een heel persoonlijk vak. Dus het is echt belangrijk dat je het vanuit jezelf doet. Laat je niks aanpraten en zoek eerst de stijl of begin met een brede basis van masseren. En ga daar pas in specialiseren. Anders ben je al weg ingeslagen waarvan je misschien nog niet weet of het jouw weg is. Maar alles wat je gaat doen is al een winst. Ga lekker masseren. Ontzettend bedankt.